Alweer een minuut van Ineke. En deze week met een schilderij van Jaap Min. Het is een schilderij van het museum Het Sterkenhuis hier in Bergen en geschilderd in 1933. Jaap Min was toen 19 jaar. Als 13-jarige gaat hij in de leer als huisschilder bij Jaap Leijen, maar die ontdekte al gauw de kunstenaarstalenten in hem en stelde hem voor aan Mathieu Wiegman. Dit schilderij werd gewoon aangeboden hier in de winkel, tezamen met nog een ander schilderij. Een olieverf schilderijtje van het Gardameer in Italië. Het was de enige reis die Jaap Min ooit ondernomen heeft met een bevriend echtpaar. En daaruit vloeiden weer een 20-tal schilderijen. Die werden geëxposeerd bij kunsthandel Hopman hier om de hoek. Geschiedkundig is het natuurlijk wel weer een prachtig schilderij. Want het moment in 1933 van het Museum Sterkenhuis is gewoon weer vastgelegd door Jaap Min.